Hey jongens, ik ben weer Dennis, EK Denniske, en vandaag heb ik weer een nieuwe Black Ops 2 gameplay. En ik moet eigenlijk zeggen dat het een soort van clip is, want het is geen complete gameplay. Het is een kleine streak die ik haalde toevallig. En uh, ja, ik heb ook maar een kort onderwerp waar ik over wil praten, dus ik heb geen complete gameplay nodig. Dus ik denk, nou nah, ik neem mooi deze streak. En uh, anders heb ik gewoon een video dat ik gewoon 3 minuten langer duurt dan dat ik kan praten. Dus dan moet ik maar onzin praten en heeft toch geen zin. Maar in ieder geval, uh, ja, het is een A94 clipje op standoff. En uh, zo nu en dan zul je zien dat ik enorm scheef schiet. En soms is dat. Dat is gewoon soms schiet ik heel erg scheef. Maar soms komt het ook door de theater mode Want daar erg ik me nog steeds enorm aan. Want dan uh, zie je bijvoorbeeld dat ik wel echt een meter misschiet. Krijg ik toch hits. En dat komt omdat er geen E-Massist in de theater mode zit. Als het goed is. En uh, ja, dat wil ik even gezegd hebben. In ieder geval waar ik het vandaag over heb is over een sponsorship. Want uh, een tijdje terug hebben mensen mij verteld van Dennis je moet echt kijken voor een sponsorship. Want je kanaal begint enorm te groeien. En uh, ja, je zou best een sponsorship kunnen krijgen. En sindsdien ben ik ook al een beetje aan het kijken voor sponsors. En um, ik kijk dan wel echt voor dingen waar ik iets aan heb, waar jullie iets aan hebben. En waar ik zelf achter sta. Dus geen, ja, geen producten wat volgens mij gewoon totaal niet werkt. Ik wil wel goede uh, materiaal zien te vinden, natuurlijk. En um, ja, ik heb al wat sites gevonden toen. En um, ja, daar was ik echt enorm blij mee. En uiteindelijk reageren die mensen gewoon totaal niet meer. Dus dat was echt enorm onprofessioneel. Ik ga geen namen noemen. Maar uh, mochten ze kijken, dan zouden ze dat best weten. Want volgens mij zijn ze Nederlands. Ja, ze zijn Nederlands. Maar in ieder geval. Um, ja, ik nou, uh, uh, Wat ik nou heb gevonden, is iets wat ik eigenlijk al heel lang gebruik. En waar ik dus eigenlijk ook al echt achter sta. En dan moet je niet denken aan drugs wat ik al lang gebruik. Nee, ik bedoel uh, iets voor gamen. En uh, yeah, het is iets wat ik dus echt enorm chill vind. Ik gebruik het nou voor uh, volgens mij een half jaar of zo. En ja, uh, yeah, het is gewoon iets super chills. En uh, ik had nooit verwacht dat die mensen mij zouden sponsoren. Want het is een enorm groot bedrijf, dus internationaal. En uh, die mensen sponsoren onder andere dus ook uh, T-Martin, uh, LEA, Woody's uh, Game Attack, whiteboy 7 Street, alle grotere YouTubers. En uh, ik denk, ja weet je, ik stuur wel gewoon een mailtje en ik kijk wel hoe het uh, uitwerkt. En uh, gelukkig kreeg ik een mailtje terug van, ja we zijn wel geïnteresseerd en ja dit en dat, bla bla. En uh, waar ik het dus over heb is over Control Freak. En uh, ik weet niet of jullie de Control Freak kennen, maar Control Freak staat be uh, vooral bekend om zijn FPS Freak. En een FPS Freak is een soort van extensie. Of een verlenging van die sticks op jouw controle. Dus je hebt twee sticks: PlayStation en Xbox, alle twee. Je hebt twee sticks: eentje voor aimen en eentje lopen voor lopen. Voor Call of Duty, Dan kan ook voor andere games. Maar voor, voor Call of Duty, want ze zijn speciaal ontworpen voor Call of Duty. Of voor shooters eigenlijk. En um, ja, als je jouw uh, stick waarmee je eent, als je die verlengt, dan kun jij preciezer aimen. En uh, het was iets waar ik als je iets van had: ja, ja, weet je, dat is onzin. Ik had die dingen ook nooit gekocht. Ik dacht van ja, het is onzin. Maar een vriend van mij had ze gekocht. En als je, er, um, als je een pakketje koopt, of een pakje. Dan zitten er altijd twee in. Maar je hebt er maar één nodig. Want je hebt hem alleen nodig voor jouw één stick. Dus van uh, mij had er maar eentje gegeven. Een half jaar terug of zo. En uh, sindsdien ben ik het gaan gebruiken. En ik vond het enorm chill. En uh, ja, ik kan het eigenlijk niet meer zonder. Bij het begin is het raar. Weet je, het, is, het voelt niet aan als, uh, als het, dat het hoort. Maar als je het eenmaal uh, lang gebruikt, is het gewoon enorm fijn. En ik zal ook wel foto's in video's video plakken. Dat zullen we waarschijnlijk nou ook al zien. Maar in ieder geval, uh, wat het op neerkomt, is die site die die dingen maakt. Die kunnen mij dus uh, sponsoren. En um, er zijn verschillende levels die zij doen qua sponsoren. Dus het is niet gelijk van... Hé, hey, je krijgt superveel dingen voor Giveaway's. Nee, en nou heb ik als eerste een link gekregen. Als jullie via die link op die site gaan... Dus die link staat in de beschrijving van de video. Als jullie via die link op de site gaan kijken... Dan, um, dan, dan kunnen zij zien van... Oh, er gaat één iemand via Dennis' link op onze site. En dan houden zij die telling bij. En uh, mochten nou heel veel mensen via mijn link op die site komen... Dan... Uh, dan kan ik bijvoorbeeld in levels uh, stijgen. En dan kan ik dadelijk dus ook uh, product krijgen voor giveaways. Dat kan dus nou nog niet. Wat ik nou heb gekregen is een 10% kortingscode. Dus als jullie op die site gaan via die link. En vervolgens de code Denniske gebruiken. Dus die zal ik nou in, uh, in beeld doen. Het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon mijn naam zonder de 5 en 5. Het is eigenlijk mijn uh, Playstation uh, naam. In ieder geval je gebruikt uh, de uh, couponcode Denniske. En dan krijg je op alle producten die zij uh, verkopen. Krijg je 10% korting. En ze verkopen natuurlijk meer dan alleen de Control Freaks. Maar dat is iets wat ik gewoon... Uh, Enorm chill vinden, waar ze ook echt uh, bekend om staan. Maar in ieder geval, um, als jullie dus op die site willen gaan kijken, dan moeten jullie even uh, via die link doen in de beschrijving. Want uh, ja, het is zo handiger als ik daar ook gewoon groei qua sponsorship. Dan uh, kan ik uiteindelijk ook giveaways gaan doen. En daar uh, profiteren jullie dus ook gewoon van. Dus uh, dat is enorm chill. En um, ja, ik zal eventjes uh, na deze video, even, of nee, halverwege deze video doe ik het gewoon uh, laten zien wat het dus precies is, hoe het eruit ziet en wat ik dus heb. En uh, uiteindelijk waarschijnlijk ook even de site. Dus uh, ja, ik laat even mijn controller zien. Zoals jullie nu kunnen zien. Dit is dus mijn controller. Deze gebruik ik eigenlijk altijd om te gamen. En het eerste wat opvalt is natuurlijk uh, die control freak. Dit is dus de control freak waar ik het over had. Dat is een irritant spiegelbeeld. Maar in ieder geval, dit is dus de control freak waar ik het over had. En het, je ziet gelijk eigenlijk uh, het doel van dit ding is dat hij uh, gewoon langer maakt. En daardoor kun je beter spelen. Ook voor je hand vind ik zelf handiger. Want ik, ik heb sowieso al lange vingers. <laughs> Maar <laughs> ik heb lange vingers, dus um, voor mij is dat sowieso al handig. Maar je kunt ook gewoon precies aimen nou. Dus dat is gewoon het doel van dit ding. Je hebt meer ruimte om, uh, om je controller eigenlijk te buigen. Waardoor jouw uh, aim gewoon preciezer kan zijn. Je kunt kleinere aanpassingen doen tijdens het aimen. En um, ja, persoonlijk, ik gebruik het nu voor een half jaar. Ik kan niet meer zonder. Bij het begin is het raar, want ja, het is gewoon iets waar je verandert. Het is net zoiets als een, um, een bepaalde layout van jouw controller. Uh, Bijvoorbeeld van jouw game of zo, als je die gaat wisselen, dan is dat gewoon irritant. Maar als je daar aan wenst, dan is het niet zo'n probleem. En uh, persoonlijk, ik wil niet meer zonde. En uh, ik ga ze sowieso ook voor de next gen bestellen. En dan uh, kom ik gelijk op een uh, punt terecht. Dit ding werkt voor de PlayStation 3, voor de Xbox 360 en voor een hoop third-party producten. En wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld: uh, Razer heeft een speciale xbox controller gemaakt. Die is dus niet officieel van de Xbox, maar hij werkt wel voor de Xbox. Dus dit ding werkt er ook op, want die sticks zijn precies hetzelfde. Maar uh, het werkt bijvoorbeeld niet op een wii controller controles hebben een iets ander formaat, zijn ze iets kleiner. Misschien dat die Next Gen daar wel op werken, want uh, de volgende Next Gen uh, controllers van de, van de PlayStation 4 en van de Xbox One, die hebben kleinere thumbsticks, waardoor uh, ze misschien daar ook wel passen. Maar in ieder geval uh, deze werken dus voor de Xbox 60, PlayStation 3 en een hoop third party. Dadelijk uh, in de toekomst voor de Next Gen komen er natuurlijk nieuwe aan en uh, ja, die ga ik sowieso bestellen. Voordat ik daar uh, de PlayStation 4 in huis heb, wil ik ook al zo'n ding in huis hebben, want ik ga niet spelen zonder een uh, Control freak op mijn controller Want ik vind het gewoon fantastisch. In ieder geval, ik zal het iets dichterbij houden. Het kan zijn dat mijn controller enorm vies is. Want ja, dat, dat krijg je. Maar uh, ja, dit is dus gewoon uh, hoe het eruit ziet. Het ziet er enorm raar uit. Hij is ook wit. Er ziet er lelijk uit. Deze is eigenlijk speciaal gemaakt voor de Xbox 360. Vanwege de kleur. Want uh, de eerste Xbox 360-controllers, die hadden uh, grijze thumbsticks En dan dit onder was allemaal wit. De hele controllers uh, wit, volgens mij. En uh, ja, dat is eigenlijk jammer. Dat is ik stond met die maat van mij uh, de verkeerde heeft gekocht. Want dat is het eigenlijk gewoon. Dus als je aan het kijken bent, Stefan, je bent een sukkel. Maar, um, <laughs> maar in ieder geval, ja, je hebt verschillende kleuren, maten, noem maar op. Je hebt uh, sommige zijn iets korter, voor als je uh, bijvoorbeeld iets kortere fijn vindt, nou ja, dan uh, kun je die bestellen, Die heet de CQC, de Close Quarters Combat. En uh, dit zijn gewoon de classics. Die zijn de, de goede coach. Die kosten 10 euro volgens mij. Omgere nee, 10 dollar omgerekend 7 euro. Dus het is veel geld voor zo'n dingetje. Je krijgt er wel twee. Ik zal zo meteen even laten zien uh, hoe dat eruit ziet. En ja, weet je wel, ik laat het gelijk zien. Nee, je haalt ze gewoon heel makkelijk af trouwens. Dit is dus uh, hoe het ding eruit ziet. Dus gewoon Als je betere foto's wil zien of zo, dan moet je even op de site kijken. Want dan hebben ze natuurlijk gewoon uh, met een dikke camera. Ik heb nou gewoon met mijn webcam aan het filmen. Maar de grap is, dit is een 27p webcam. Dus het is eigenlijk HD, maar ik heb toch mijn, uh, mijn twijfels erover. Maar uh, heel makkelijk eigenlijk. Je zet hem er gewoon met één pootje onder. Want je ziet dus, hij heeft meerdere pootjes. Je zet er één pootje onder. En je duwt hem erop. En klaar. Hij zit vast. Even goed vastklikken natuurlijk. En hij zit helemaal goed. Je kunt hem ook niet meer afkrijgen eigenlijk. Ik zit er echt gewoon lont te doen. Hij gaat er echt niet af. En um, het is gewoon super chill. Ik wil echt niet meer zonder. En ik zal me toch even afhalen, want dan kan ik kan je nog iets anders laten zien. Dus uh, ik leg dan mijn controle neer. Uh, dit is de verpakking waar ze in komen. En je ziet al, FPS Free Classic. Nou, ze uh, zit in zo'n ding, je ziet er zo uit. Ik zal hem even openmaken, dan kun je zien uh, hoe dat precies uitziet. Uit, er zit dan een ding. Godverdomme. Verkeerd kitkaartje. In ieder geval, je ja, hebt dit ding dus. En je ziet al die gaatjes, daar zitten ze dus op vast. Ik kunt ze vast klikken. Uh, terug doen. Ik weet niet hoe dat precies zat. Volgens mij zo zaten ze. In ieder geval, uh, zo zitten ze dus in de verpakking. Normaal met twee. Ik heb er uh, dus eentje gekregen van de maat van mij. Dus ik heb ze niet gekocht. Maar ik heb ze al wel een half jaar dus ik heb ze al lang kunnen testen en ik uh, ben er gewoon uh, uit dat ze gewoon echt enorm chill zijn. En uh, als je ze niet gebruikt, dan is het misschien niet een directe reden om ze te gaan gebruiken. Maar als je ze eenmaal wel gebruikt, dan weet je je niet meer zonder. En dat is de, dat is de, uh, de grap eigenlijk van dit ding. Want je raakt eigenlijk verslaafd aan. Je kunt echt niet meer zonder, Want als je ze nou dus zonder gebruikt, dan voelt de controle gewoon zo raar aan. Dat, ja, dat, dat klopt gewoon niet. Dat is heel, heel raar. Maar in ieder geval, je krijgt dus twee voor, uh, voor 10 dollar. De goedkoopste. Dus de duurste is voor mij 15 dollar of zo. En uh, je hebt er eigenlijk maar eentje nodig. En dat is alleen voor jouw 1 stick. En dat is in dit geval deze. Uh, op deze heeft het geen zin. Want je loopt. Nee, zeg ik nou verkeerd. Ja, wel. deze heb je nodig. Want hier loop je mee, hier heb je niks aan. Dat heeft geen zin. Als je daar iets groter hebt, oh, dat is fijn. Nee, dat is niet fijn. Je hebt hem alleen voor deze nodig, alleen voor het aim, waardoor je dus preciezer kan aimen. En uh, ja, dit is dus gewoon het product. Ik wou jullie even laten zien dat jullie het in, uh, in eigen ogen konden zien. En dan laat ik jullie zo meteen nog even de site zien hoe het eruit ziet. En dan, uh, dan laat ik het daarbij. Dus in ieder geval, uh, dit is uh, de control freak. En uh, ja, ik vind het een fantastisch product. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik weet niet of jullie het gebruiken. Als je het zelf gebruikt, laat het even achter in de comments. Wat wil je er nou precies van vinden? En um, ja, dan gaan we gelijk uh, door naar het volgende. Nou dat was dus de FPS freak waar ik het net over had. En de uh, control freak verkoopt nog veel meer producten. Alles wat je op die site wil kopen. En ik gebruik de couponcode DENNISKE. Dan, um, dan krijg je 10% korting dus op alles. En ik zal het aan het einde van de video nog even laten zien hoe dat het precies uh, werkt. Maar um, in ieder geval er zijn meerdere uh, uh, webshops in Nederland die dingen ook verkopen. Maar dan verkopen ze veel veel meer geld. Bijvoorbeeld zo'n... Um, uh, zo'n Classics die kost als goed is uh, 7,50 euro of nog niet eens. Uh, omgerekend. En uh, als je die dus in Nederland wil kopen dan betaal je gewoon 15 euro. En uh, dan betaal je dat alsnog volgens mij verzendkosten. En uh, als je dat dus via Amerika doet dan betaal je ook verzendkosten. Alleen uh, omdat het dus gewoon zo'n klein product is, is dat bijna niks. En als je volgens mij code nog gebruikt dan is het uiteindelijk maar uh, net iets meer dan 6 euro. En uh, ja, als je dat eens nagaat, na je krijgt er twee. Dus uh, als je dat gewoon samen met de maat voor jou uh, koopt, dan hoef je eigenlijk maar 3 euro voor zo'n ding te betalen. En misschien een euro extra verzendkosten. En uh, ja, dan heb je bijvoorbeeld voor 3,50 um, voor euro, vijftig, heb je dus gewoon een control freak. En uh, je hebt er dus maar één nodig, dus je kunt hem maar één je maat geven. En dan, uh, ja, dat is gewoon enorm zil. Ik raad je aan om het te doen als je het nooit uh, geprobeerd hebt, gewoon proberen. Al is het maar gewoon bij maat, zo maakt niet uit. Maar uh, ja, als je dus uh, zo'n ding koopt, is het makkelijkste gewoon via die coupon code te doen. En uh, ja, vervolgens laat ik jullie even de site zien, laat ik jullie zien wat ze allemaal in huis hebben, dus uh, daar gaan we nu doen, dus we gaan naar de site toe. Nou, dan nou gaan we even op de site kijken, laat ik jullie zien hoe de site eruit ziet en hoe die werkt en hoe je die couponcode kunt invoeren. Dus nou, uh, dit is mijn computer en uh, dan gaan we hier naar internet. Uh, dit is dus uh, Control Freak, dit is de, uh, de link die je uh, um, krijgt als je via mijn beschrijving erop gaat. Als je dus via deze link erop gaat, kan ik uiteindelijk groeien qua sponsorship en kan ik uiteindelijk jullie dus ook giveaways uh, uh, geven... Maar uh, dan moet je dus wel via die link gaan. Verder, is, als je via die link gaat, is de site gewoon precies hetzelfde. Alleen zij kunnen dus gewoon uh, achterhalen hoeveel keer er dus, uh, op deze site wordt gekeken. Maar in ieder geval, uh, dit is dus de site van Control Freak. En uh, het ziet misschien in eerste instantie een beetje ingewikkeld uit. Nou, dit zijn alle nieuwe producten die ze hebben. Net zag je ook over de, yeah, de Xbox One en de PlayStation 4. Maar uh, ja, we gaan bijvoorbeeld eerst even naar FPS. Want je, hebt, je ziet dus, ze hebben verschillende categorieën. Maar laten we zeggen FPS, want jullie uh, gamen toch allemaal uh, qua Duty. Um, dus het makkelijkst FPS. Want uh, Coffee is een FPS. FPS staat voor first person shooter. En dan, uh, dan krijgen we dit dus allemaal. Dit zijn al een uh, uh, control freaks. En uh, je ziet hier al 10 dollar dus dit aan de goede kost. Ik heb deze. Volgens mij is deze precies hetzelfde, alleen dan zwart. Dus voor de PlayStation. Deze voor de Xbox. En je hebt verschillende dingetjes hier, een leuke roze voor jullie. <laughs> deze wil ik waarschijnlijk zelf kopen voor de Xbox. Uh, of nee, voor de PlayStation 4, sorry. Laat ik jullie zo meteen nog zien. In ieder geval, uh, ze hebben nog veel meer dingen. Shields. Nou, dat vind ik een beetje uh, nutteloos, al zeg ik het zelf. Zijn gewoon stickers voor op jouw uh, controller. Zo dus ziet heel veel. Met Xbox. Ze hebben ook voor de PlayStation. Dan moet je even een beetje rondzoeken. Heb je ook video's? Kun je zo ook nog. Uh, even goed kijken hoe ze er dus precies uitzien en zo. Iets betere kwaliteit als ik heb. <laughs> Sorry. Maar um, casual, ik weet niet waar daarbij staat. Oh lol. <laughs> Die zien er vet uit. Nou ja, daar is dus allemaal voor andere soorten games. Dus niet dit, ga je niet gebruiken voor een shooter. Verder, voor de rest uh, voor die sports heb je ook allemaal speciale dingen. Ja, ik weet niet, ik heb het nooit gebruikt. Dit soort dingen heb ik nog nooit gebruikt. Dus um, die kan ik niet over oordelen. Je zou ze kunnen testen. Want ja, voor, voor racen zou dit in principe fijn kunnen zijn. Maar uh, ik hou het voor nu toe toch gewoon bij de, um, de FPS. En als we dus naar die FPS gaan. Nou, hebben deze dus allemaal. En ehm, um, goed zo. Deze wil ik dus hebben. Dus nou, we gaan naar deze. Die kost dus 14 dollar. Nou, dan kun je even kijken, we kunnen ze prioreren. Kijk maar wat we hebben nou voor de. Uh, we kunnen zeggen voor de Xbox, Reset of PlayStation 3, dat is hetzelfde. Of je kunt ze prioreren voor de next gen of voor beide, dan nou, heb je daar iets meer. Nou, laten we zeggen, ik ga hem voor de PlayStation 4. Dan klik daarop, met die laden. Nou, dan staat hij dus op uh, prioreren PlayStation 4. Dan gaan we naar Add to Card. Nou, als we dat doen, dan is hij even bezig. Dat is een beetje traag vandaag. En de checkout, Dan komt waarschijnlijk dat Sony Vegas ook staat. Maar nou, dan komen we hier dus op uh, terecht. En dit is dus als jij wilt uh, bestellen. Hier staat Apply Discount Code. En als je dit doet, dan kun je hier je code invoeren. Nou, die code van mij is vrij simpel. Is Denniske. Dit is alles wat je in hoeft te voeren. En dan doe je Apply Coupon. Het maakt het volgens mij niet uit of je hoofdletter gebruikt. Want eigenlijk is dit mijn code. Maar hij is volgens mij niet hoofdlettergevoelig. Dus stel ik dit doe. Apply Coupon. Dan uh, gaat hij dat doen. Dat is 10% van het totale bedrag. Dus uh, hier. Couponcode Denske was applied. En dan zie je 1,40 euro af. Nou, het is een dollar, dus het is geen 1,40 euro. Maar het gaat om principe: je krijgt 10%. Dus in dit geval, je bestelt één zo'n ding. Dus 10% is niet zoveel. Maar stel dat je dan laten we zeggen, 100 van die dingen zou bestellen, dan is dat natuurlijk wel veel. Maar verder rest hier Nederland. Nederland, zo sta je ergens naar beneden. En daar staat hij. Nou ja, je kunt dan een beetje geest invoeren. Leuk. En dan kun je gewoon proceed. En dan heb je dus gewoon die korting. En je bent dus via mijn link gegaan, zodat uh, dat het bijgehouden wordt. En uh, uiteindelijk is het dus een win-win situatie. Jullie krijgen die, uh, die korting. Het is natuurlijk niet superveel. Maar je krijgt in ieder geval korting, is altijd leuk. En <laughs> what the fuck? Dit is random. Maar oké, okay, je krijgt dus die korting. En um, verder rest, als je via die link gaat, dan krijg ik zeg maar steeds een level hoger. En uh, als ik daar een, een hoger level kom qua sponsorship kan ik gewoon giveaways gaan doen en ja uh, yeah, wie weet winnen jullie dan uiteindelijk alsnog dus dus het is eigenlijk een win-win situatie ik hoop dat jullie het uh, leuk vinden ik hoop dat jullie het product uh, leuk vinden want ik vind het zelf een uh, fantastisch product en uh, ik ga wel deze playstation 4 bestellen niet nou want uh, ik zit een beetje krap bij kas maar um, <laughs> ik vind het gewoon een fantastisch product en uh, ja ik zou zeggen kijk gewoon een keertje op de site wat ze hebben en um, ja dat was het eigenlijk voor vandaag het is een lange video voor vandaag dus ook de reden om het uh, laat online komt. Ik zou hem eigenlijk om drie uur online zetten. Maar ik kon de video gisteren niet maken. Omdat mijn uh, camtasia waarmee ik mijn scherm record. Die deed het niet. Dus ik moest weer een nieuwe installeren. Allemaal klets, allemaal onzin. Dus uh, ja, zodoende. Maar uh, ja, ik hoop dat jullie het uh, leuk vonden. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. En uh, ja, dan uh, zie ik jullie waarschijnlijk wel weer bij mijn volgende video. Dus tot dan en uh, houden we.